Hallo, vandaag wil ik met jou gaan nadenken en kijken over hoe kun jij het beste contact zoeken, contact vinden, contact maken met God, met het goddelijke. De meeste mensen die geloven wel dat er iets meer is tussen hemel en aarde, dat er meer moet zijn dan het materiële. En geloven wel in een hogere macht, in een God of in het goddelijke. Maar hoe maak je dan contact mee? Hoe kom je dan in verbinding met die God, met het goddelijke? En dat vindt men over het algemeen lastig. Veel mensen gaan op zoek in het spirituele of in het paranormale. En ik geloof dat er vele manieren zijn waarop jij in contact kunt komen met God en het goddelijke. Op het moment dat jij heel oprecht bent en je gaat met zuivere intenties zoeken, verlangend om naar die oorspronkelijke goddelijke bron te komen, dan geloof ik dat dat goddelijke, dat God zelf jou ook gaat helpen daarbij. Daar ben ik van overtuigd dat wij zijn geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. En onze diepste zijn, die herinnert zich ook, die verlangt naar die verbinding met het oorspronkelijke, pure, zuivere. En dat zit gewoon in de mens. Dus eigenlijk al vanaf het moment dat het is misgegaan en we uit verbinding zijn geraakt, is de mens op zoek gegaan om weer terug in die goddelijke verbinding te komen. Maar in die zoektocht om weer terug in verbinding met het goddelijke te komen, daar kan ook heel veel misgaan. En ik ben als geestelijk coach, spiritueel coach, counselor, kom ik regelmatig mensen, die komen op mijn pad, die allerlei wegen hebben bewandeld in het spirituele pad op zoek naar God. En die daardoor toch soms ook heel flink in de problemen zijn gekomen. Want je kunt met hele zuivere, goede, de beste intenties, kun je toch vreselijk misleid worden in je zoektocht, in je experimenteren, om verbinding te maken met het bovennatuurlijke, met God, met het goddelijke. Want net zoals je hier op aarde eigenlijk alles wat heel kostbaar en waardevol is, dat wordt nagemaakt. We zeggen wel eens, er is niet alles wat blinkt is goud. En als je een waardepapier hebt, geld, een briefje van 100 of van 500, een briefje van 50... dat wordt allemaal nagemaakt. En daarom dat je ook bij de meeste winkels heb je van die scanners om te kijken of dat geld wel echt is. Want het is met het blote oog niet altijd eenvoudig te zien of het wel echt is of dat het namaak is. Nou, zo worden alle waardevolle dingen hier op aarde, denk aan merken, maar ook schilderijen, alles wat waarde heeft, dat wordt nagemaakt. En zoals het hier op aarde is, op een integere manier het goede, het mooie wordt nagemaakt, zo is het ook in de geestelijke wereld, is niet alles wat blinkt is goud, is puur, is echt. Maar dat is niet altijd makkelijk te onderscheiden. Soms wel, soms is het heel duidelijk. Hè. Soms dan heb je een briefje, waardebriefje in je hand en dan weet je gelijk van nou, dit is gewoon nepgeld, hè. Dit is monopoliegeld, dit slaat nergens op, dit is speelgeld. Maar soms dan heb je echt een goede namaak en dan kun je het zelf ook niet onderscheiden. Nou, zo is het in de geestelijke wereld ook zo, in de spirituele wereld. De wereld voorbij het materiële, dat is een hele reële wereld. De goddelijke wereld, het boven materiële wereld, de spirituele wereld, dat is een hele reële wereld. Het bovennatuurlijke, het paranormale. En dat is niet ongevaarlijk. En daarom dat je ook heel makkelijk in de problemen kunt komen als jij niet weet wat je doet en je gaat experimenteren met zoeken naar verbinding met het goddelijke, met God, met het bovennatuurlijke, dan moet je dus oppassen. Dus daarom in deze video wil ik jou eigenlijk wat handreikingen geven waar je op moet letten als jij in contact wil komen met God, met het goddelijke. En hoe je daar zorgvuldig mee om kunt gaan. De eerste plaats is dat je moet zorgen dat jouw intenties zuiver zijn. Want verkeerde intenties die trekken ook verkeerde machten aan. Want in de geestelijke wereld, soort trekt soort. Als jij met een onzuiver motief het bovennatuurlijke gaat zoeken. Dus als je op zoek gaat naar macht of als je gewoon nieuwsgierig bent. Dat is ook een verkeerde motivatie als je puur nieuwsgierig bent, maar ook iets voor elkaar wil krijgen, voor jezelf, voor je ego. Je wilt iemand voor
je karretje spannen of je wil iets creëren op aarde, maar het is puur ego. En je denkt, hé, ik kan het niet zelf, maar ik heb er een hogere macht voor nodig. Nou, dan kan ik jou op een briefje geven en dan word je per definitie word je misleid. Want dat trekt ook egoïstische geesten aan. En een verkeerd motief trekt verkeerde geesten aan. Je krijgt zeker te maken met het bovennatuurlijke. Als jij gaat experimenteren en je gaat dingen doen om in contact te komen met het goddelijke. Hè, omdat je naar inzicht zoekt, omdat je naar kracht zoekt, omdat je antwoorden wil hebben en jouw motief is onzuiver, dan trek jij verkeerde dingen aan. Ik geloof wel dat als jij heel zuiver bent en heel integer bent en je bent echt op zoek naar waarheid, naar goddelijke waarheid, naar puurheid, naar zuiverheid, dan kun je nog steeds misleid worden, maar dan geloof ik dat God zelf jou gaat bewaren. Hij gaat jou trekken naar zijn waarheid toe. Want Jezus die onderwijst ook, zoekt en gij zult vinden. En dat geldt natuurlijk voor alles. Hè? Als jij vanuit je ego gaat zoeken, dan ga je vanuit je ego antwoorden zoeken. Maar als jij oprecht zoekt naar God en je zegt, ik wil de waarheid, de echte waarheid leren kennen, de zuivere, pure waarheid en waar je dan ook gaat zoeken, hè, in wat voor godsdienst je ook gaat beginnen, op het moment, of in welke cultuur, of in welke, waar je ook begint, het maakt niet uit, als jij oprecht bent en je gaat onderzoeken en je gaat toetsen, alles wat je onderneemt, en dat niet zeggen dat je geen brokken kan maken, maar daar ben ik ervan overtuigd dat de waarheid zelf jou gaat helpen. Daar kun je ook om vragen. Hè? Je kunt ook om bescherming vragen. Als je op zoektocht bent, zeg van heer, of hoe je dat ook noemt, wil het goddelijke of het meest hoge, het zuivere, het pure. Vraag of die jou wil leiden. Hè? Zorg dat je intenties zuiver zijn. Wij vinden het lastig om verbinding te maken met God of het goddelijke, omdat het ontastbaar is. Je kunt het niet zien, je kunt het niet ervaren, je kunt het niet aanraken, je kunt het niet tegen praten, je kunt het niet een brief schrijven, geen e-mailtje sturen. Dat willen wij zo graag. Hè? We willen zo graag iets tastbaars. We willen het in onze handen kunnen pakken, we willen het kunnen horen, we willen het kunnen voelen, we kunnen het ervaren met onze aardse zintuigen. Maar dat kan niet. Dat kan niet simpelweg omdat God groter is dan de aardse zintuigen. Hij overstijgt juist het aardse. Daarom is het goddelijk. Dus als wij met onze aardse lichamen en zintuigen datgene willen waarnemen wat boven het aardse uitgaat, dan ben je op zich al verkeerd bezig. Want je weet, het geestelijke kan alleen maar ervaren worden vanuit het geestelijke. Dus je zult op een andere wijze moeten gaan zoeken. Vanuit de geest. Want de mens is geest, je hebt een ziel, dat zijn je emoties en je woont in een lichaam. Nou, jouw geest onderscheidt jou van het materiële. Dat onderscheidt jou ook van de dierenwereld, van de plantenwereld. Je geest onderscheidt jou en mij, ons als mensheid, boven de dierenwereld, waar ook intelligentie is, waar ook bewustzijn is, maar er is geen geest. Op het moment dat jij in contact wil komen met het goddelijke en je gaat hulpmiddelen zoeken, dan ben je al heel gevaarlijk bezig. Want dan kom je al heel snel in die geestelijke, bovennatuurlijke, paranormale wereld terecht, waar zowel het goede als het foute bij elkaar aanwezig zijn. Net als hier op aarde, je hebt goede intenties, verkeerde intenties, je hebt goede mensen, slechte mensen. En het is niet altijd duidelijk op het moment dat iemand jou iets wil verkopen bijvoorbeeld, of die intenties zuiver zijn, of dat iemand met een dubbele agenda werkt. Helaas zijn er ook verkeerde intenties. Nou, en zo is het ook in die geestelijke wereld, daar speelt van alles. Er zijn entiteiten aanwezig, er zijn demonen aanwezig, er zijn engelen aanwezig, daar is gewoon van alles aanwezig. En je hebt daar hele domme entiteiten, hè, zoals bijvoorbeeld met namaakgeld. Hè. Je hebt monopoliegeld, nou, daar trapt niemand in. In de geestelijke wereld heb je ook misleidingen die overduidelijk zijn dat het misleidingen zijn. En als je een beetje zicht hebt op de geestelijke wereld en onderscheidingsvermogen, dan zie je al heel snel, dit klopt niet. Maar er zijn ook hele geraffineerde verleidingen in die geestelijke wereld die je niet zomaar kunt op je gevoel kunt afgaan van, oh, dit is waar en dit klopt. Want als jij zeg maar een briefje van 50 in je handen hebt, dan moet je soms heel goed kijken en op de kenmerken letten van, is dit een echt briefje of is dit namaak?
En zo is het ook zo in de geestelijke wereld. Het is eigenlijk een heel gevaarlijk gebied. Heel de spirituele wereld, heel de geestelijke wereld is een gevaarlijk gebied. En heb ik ontdekt dat er eigenlijk maar één hele veilige manier is om met God in contact te komen, met het goddelijke in contact te komen, door juist niet op jezelf te vertrouwen. Want op het moment dat je wel op jezelf vertrouwt en je denkt, nou, ik ben goed genoeg om te kunnen onderscheiden, hè, ik ben zuiver genoeg om het verkeerde en het goede van elkaar te onderscheiden, dan vertrouw je op jezelf. En dat is heel gevaarlijk, want wij als mensen hebben er nou juist de puinhoop van gemaakt. Hè? Want als jij zo goed was, dan had jij, dan stond je al in verbinding met het goddelijke. Hè? Dan had je die zoektocht niet nodig, want dan was je al heilig. Nou, het feit dat je die zoektocht nodig hebt, betekent al dat je niet van binnen helemaal zuiver bent. Dus op het moment dat jij vanuit die onzuiverheid in die geestelijke wereld gaat bewegen, dan zal dat stukje onzuiverheid in jou en in mij, hè, zal ons kunnen verleiden, misleiden tot een verkeerd pad. En dan kun je in de problemen komen. Misschien een heel lastig verhaal, maar toch wil ik je waarschuwen dat op het moment dat je op hulpmiddelen gaat vertrouwen, dus je gaat bijvoorbeeld drugs gebruiken, waardoor je de controle kwijtraakt, dat je geest open gaat, dan kan er van alles binnenkomen. Er kan mooie dingen binnenkomen, er kunnen hele foute dingen binnenkomen en je kan er niks aan doen, want je bent je bescherming kwijt. Dus drugs is heel gevaarlijk om daarmee te experimenteren, om in de spirituele wereld terecht te komen. Maar ook als je bijvoorbeeld naar een waarzegger gaat, als je van een medium gebruik maakt. Een medium is iemand die in contact staat met de spirituele wereld, die dingen doorkrijgt, maar dat kun je helemaal niet toetsen. Jij kunt niet toetsen wat dat medium doorkrijgt voor jou. Want dat medium, die heeft ook een eigen onzuiverheid, zeg maar. Want dat medium is ook een mens. Dus in haar of zijn eigen onzuiverheid kan hij ook al verkeerde boodschappen doorkrijgen. Nou, dus eigenlijk een tussenpersoon. En dan vervolgens spreekt hij een boodschap uit. En dan moet jij dan maar, ja, als je heel naïef bent, dan geloof je alles wat hij zegt. Maar dat is zeer gevaarlijk. Want daarmee, want alles wat je gelooft, daar maak je verbinding mee. Dus op het moment dat een medium een boodschap doorgeeft, hè, van een overleden tante, ik noem maar iets, en jij gelooft dat, en stel dat het niet klopt, dan maak je een verbinding met een verkeerde geest. En dat medium kan heel oprecht iets zeggen, jij kan denken dat het echt zo waar is, maar die geest die zich voordoet als die tante, zeg maar, die wil maar één ding, die wil invloed. Vanuit die geestelijke wereld zijn er demonen, zijn er entiteiten die willen invloed op aarde, maar die hebben zelf geen geest. Dus wat zoeken ze? Ze zoeken verbinding met een lichaam. Ze zoeken verbinding met een mens hier op aarde. En of het nou kwaadschiks of goedschiks gaat, dat maakt hen niet uit. Die entiteiten willen invloed uitoefenen op aarde en doen dat op allerlei mogelijke manieren. Gerechtvaardigd of onrechtvaardigd, dat maakt niet uit. De duisternis, die wil gewoon invloed hebben. En dat doet hij onder andere door mediums, maar ook allerlei occulte spelletjes, zoals geesten oproepen, allerlei hulpmiddelen, waardoor je antwoorden vanuit de geestelijke wereld zou kunnen krijgen, met hoe je borden, met ja en nee, maar ook pendelen kan heel gevaarlijk zijn. Als je daarmee de geestelijke wereld om antwoord vraagt, want dan ga je ervan uit, je roept iets op en wat je oproept, dat gaat komen, maar wat roep je op? Weet je wel wat je oproept? Dan kun je zeggen van ja, maar het werkt. Ja, maar het feit dat het werkt wil niet zeggen dat het wordt bestuurd door de juiste intelligentie, door de juiste entiteit, door de juiste persoon. Want je moet je realiseren, dus in die geestelijke wereld zijn er allemaal entiteiten, demonen, gevallen engelen, maar je hebt ook engelen van God, je hebt de gevallen engelen en die willen gewoon invloed uitoefenen. En daarin gaan ze heel ver en ze kunnen zich gewoon voordoen als iemand anders. Ze kunnen zich voordoen als een heilige, ze kunnen zich voordoen als een engel van God, ze kunnen zich voordoen als een overleden persoon. Het maakt er niet uit. Net waar jij gevoelig voor bent. En ze kunnen zich gewoon, ze kunnen van gedaante verwisselen. Want ze zijn geest. Dus ze kunnen zich in elke gedaante voordoen. Waardoor jij maar gelooft dat het goed is. Zodat jij je hart opent en de verbinding toestaat. En een heel bekend voorbeeld is ook dat mensen
Die gaan allerlei therapieën doen om erachter te komen wat hun vorige levens zijn geweest. He, vanuit de reïncarnatieleer. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat je openstellen voor andere persoonlijkheden. Nou, die gaan zich inderdaad aan je opdringen. En die zeggen, nou, dit ben jij geweest, dit ben jij geweest, dit ben jij geweest. En je gaat het geloven, want het voelt zo. En op het moment dat je dat gaat omarmen, omdat je blij bent dat je eindelijk weet wat jouw vorige levens zijn, dan gaan die geesten zich met jou verbinden. En dat, het gevaarlijke van die reïncarnatie is dat jij nog gaat denken ook dat jij dat bent. En dat maakt het helemaal gevaarlijk, want dat betekent dat, dat die een hele grote invloed gaan uitoefenen op jouw leven, terwijl je dat niet doorhebt. Ze komen gewoon in jouw systeem, ze vermommen zich, hè, waardoor het geen aparte entiteiten meer zijn, maar het wordt onderdeel van jouw persoonlijkheid. Nou, hoe gevaarlijk wil je dat hebben? Dus ik wil ook adviseren dat alle mensen die zich hebben geïdentificeerd met vorige levens, doe er afstand van. Dat is heel gevaarlijk, want je staat entiteiten toe jouw leven te beïnvloeden. Dat zijn hele gevaarlijke dingen. Maar ook op het gebied van astrologie. Hè, als je het even naar de sterrenwereld, hè, die heeft ons iets te zeggen. Dus dan ga je daarvoor openen. Je gaat voor boodschappen vragen uit de sterren. Nou, dat zijn ook weer allemaal weer hulpmiddelen. Eigenlijk zijn alle hulpmiddelen gevaarlijk en zijn bijna per definitie misleidend. Nou geloof ik wel dat God op vele manieren mensen tot zich kan trekken. Dus ook door allerlei hulpmiddelen heen in Gods genade kan hij jou tot zich trekken. Want op het moment dat jij oprecht zoekende bent, waar ik net al mee ben begonnen, dan zal God jou helpen dwars door alle ervaringen heen. Jou tot zich te trekken, omdat je gewoon maar steeds bewust wordt van het feit, dit is het niet, en dit is het niet, en dit is het ook niet. En het wordt jou duidelijk gemaakt van binnen. Hè? En ik ken mensen die via allerlei spirituele paden, hè, dan komen ze uiteindelijk bij God uit, omdat ze steeds na verloop van tijd erachter kwamen, dit is het gewoon niet, dit klopt niet. En ik geloof dat ja, als jij oprecht bent, dan zul je iedere keer weer diep van binnen voelen, dit klopt niet, dit is niet waarachtig, dit is niet echt, hier zit een dubbele bodem in, hè, dit is nep. En mijn persoonlijke ervaring, en ik heb ook al verschillende mensen op mijn pad gehad, die zelf medium waren of zijn geweest. En wat mij opvalt is dat die mensen zelf eigenlijk vaak heel erg onrustig zijn van binnen. Ze hebben geen vrede, ze worstelen met angsten. En ondertussen krijgen ze boodschappen en geven ze boodschappen door en proberen ze anderen te helpen, terwijl ze zelf worstelen met angsten. Nou, dat is op zich al een teken, hè, dat mensen niet vanuit die vrede van God dingen doorgeven, want het kenmerk van God is dat hij een God van liefde en vrede is. God, de God van liefde, die de hemel en aarde geschapen heeft, die wil graag dat je hem leert kennen, maar hij is een God van liefde en vrede. En dat is het kenmerk van een verbinding met God, dat je liefde en vrede ervaart en dat toeneemt in jouw leven. Nou, andere middelen, gevaarlijke middelen, die heel vaak gebruikt worden, ook in godsdiensten, dat zijn, nou kom ik heel dicht, zelfs ook ik ben zelf een christen, dat wil zeggen dat ik in God geloof en geloof dat Jezus een hele belangrijke sleutel is om God te ervaren, dat ga ik zo nog uitleggen, maar ook in het christendom heb je heel veel misleiding, ook in het christendom. Want de mens is gewoon mens, en of je nou moslim, of een hindoe, of een boeddhist bent, of wat voor religie je ook in zit, je blijft gewoon mens. Je blijft een behoefte hebben aan tastbare manifestaties van God. Ook in het christendom, want ik heb er jarenlang in gezeten, ik ben zelf 7 jaar voorganger geweest, merk ik gewoon dat mensen behoefte hebben aan iets tastbaars. Dus ook in het christendom heb je mensen die graag naar een profeet gaan. Dat is eigenlijk ook een soort medium, maar dan in het christendom. En een profeet die kan dan vertellen wat God zegt. Dat is eigenlijk ook gevaarlijk. Hoewel dat op zich zuiver kan zijn, zijn er ook gewoon profeten die spreken vanuit vanuit onzuiverheid. Dus het is altijd gevaarlijk om tussenpersonen te gebruiken om verbinding met God te leggen. Een ander ding wat heel veel gedaan wordt, ook in de spirituele kringen, waarvan men denkt dat het heel zuiver is, is dat men met engelen werkt. Nou, een engel
is altijd een lagere, van lagere orde naar God zelf. Want een engel is een geschapen wezen. En van engelen weten we dat een grote groep engelen, die staat nog steeds diep in verbinding, in een zuivere heilige verbinding met God. Maar er is ook een groep engelen die, net als de mensheid, gevallen is. Dus, en dat is niet altijd even zichtbaar. Een engel kan zich voordoen als een engel des lichts, maar toch met een dubbele agenda werken en bij de andere kant horen. En dat is niet altijd duidelijk zichtbaar. Dus op het moment dat men met engelen werkt, hoe lieflijk het ook voelt en hoe mooi het ook klinkt en hoe mooie boodschappen ze ook doorgeven, het kan heel gevaarlijk zijn. Het kan heel misleidend zijn, want elke engel kan zeggen, ik ben Gabriel. Want de Satan, die is te bekend omdat hij liegt. Dus dan kun je zeggen, ja, maar die zegt ook dat hij Gabriel is, die zegt ook dat hij van God komt. Ja, maar de duisternis, Jezus zegt van de duivel dat hij is een leugenaar van de beginnen. Dat is zijn aard. Dus hij kan niet anders dan liegen. Dus op het moment dat een duivel zich manifesteert en hij zegt van, ik ben Gabriel, ik ben van God. Ja, wie is dat dan? Is dat de echte Gabriel die zegt, ik ben Gabriel, ik ben van God? Of is dat een demon die zich manifesteert? Dat kan dus ook. Want demonen kunnen liegen. Die kan ook zeggen, ik ben je oma, je overleden oma. Of ik ben je moeder in de hemel en ik kom zeggen dat alles goed gaat. Hoe weet je dat het waar is? Manifestatie vanuit de geestelijke wereld, die een hulpmiddel is, zeg ik, niet doen. Waarom zou je hulpmiddelen gebruiken als wij rechtstreeks in verbinding met God kunnen komen? Want ook, ik heb het al over engelen gehad, maar ik wil nog iets noemen wat ook heel gevoelig ligt, zeker bij de katholieken, heb je ook de heiligen. De heiligen, dat is precies hetzelfde. Zelfs Maria is een hulpmiddel om bij God te komen. En elk hulpmiddel is weer een gradatie lager waar ook weer misleiding kan zijn. Want ook demonen kunnen gewoon zich verschijnen en zeggen, ik ben Maria en ik heb een boodschap. En waarom zou jij tot Maria bidden als wij toegang hebben tot God zelf? Waarom een omweg bewandelen waar allerlei misleiding in kan zitten, terwijl wij toegang hebben gekregen tot God zelf. Nou, de mens heeft behoefte aan tastbaarheid en dat weet God. En daarom heeft God ons ook, is dat ons daarin tegemoet gekomen en hij is gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. En God is mens geworden en hij zegt, omdat de mensheid vanuit zichzelf niet in staat is om naar het goddelijke te gaan, naar God te gaan, doet men dat wel, dan komt men op gevaarlijk gebied en wordt men misleid en kan men grote schade oplopen. Misschien heb je het ook wel ervaren in je leven, van hoe angstig het kan zijn om in de spirituele wereld gevangen te raken. En daarom zegt God eigenlijk, omdat het jullie niet lukt om naar het goddelijke te komen, heeft God ervoor gekozen om naar het menselijke te komen. En het mooie is dat God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En dat is niet zomaar een fabeltje. Nee, wij kunnen zijn leven bestuderen. Hij heeft zichzelf bestudeerbaar gemaakt. Hij zegt, kijk maar naar mijn leven. Er zijn 12 leerlingen. Die mogen mij 3,5 jaar dag en nacht bestuderen. En die mogen zien hoe goddelijk, hoe puur en hoe zuiver ik ben. Als een bewijs. En na die 3,5 jaar ga ik het ultieme bewijs van liefde geven. Ik ga niet alleen maar zeggen, ik hou van je. Ik ga het laten zien door mijn leven heen, door een groot denkbare offer te brengen uit liefde. Zodat in alle aspecten van mijn leven ik het bewijs heb geleverd dat ik zuiver ben, dat ik heilig ben, dat ik betrouwbaar ben en dat ik waarachtig liefde ben. Nou, Jezus heeft door zijn leven laten zien dat hij uiterst betrouwbaar is, zuiver, liefdevol, krachtig, dat hij boven de schepping staat. Hij liep over water, hij veranderde water in wijn, hij genas zieken, hij dreef boze geesten uit. Hij was puur, zuiver en liefdevol. En als ultieme bewijs van zijn liefde heeft hij zijn leven voor jou en mij gegeven. Want Jezus zegt ook, er is niemand die een grotere liefde heeft dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. En Jezus heeft zijn leven ingezet. Nou, en omdat hij zo zuiver, goddelijk en puur was, heeft de dood hem niet vast kunnen houden, heeft de dood overwonnen. En daarmee heeft Jezus
voor de hele mensheid de weg vrijgemaakt naar God toe. En daarom liet Jezus ons ook bij hebben toegang rechtstreeks tot God de Vader in de naam van Jezus. Jezus is de enige weg, zuivere weg tot God, is de enige veilige weg tot God. Van Jezus weten we, hij heeft bewezen dat hij zuiver is. Je hebt zijn leven kunnen bestuderen. Je kunt zijn leven bestuderen. En dat maakt ook dat wij de weg tot God kunnen bewandelen op een hele veilige manier. Ik hoef niet op mezelf te vertrouwen, op mijn eigen zuiverheid, op mijn eigen zuivere intenties. Nee, het enige wat ik hoef te doen is zeggen van: Heer, ik kan het niet. Wilt u mij beschermen? Wilt u mij vergeven? Wilt u mij reinigen? Wilt u mij in verbinding met God brengen? Ik wil mijzelf aan u toe vertrouwen. Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? En door Jezus, doordat hij zuiver, puur en heilig is, want geen enkele engel heeft dat gedaan. Geen enkele engel heeft hier hier op aarde is mens geworden. Heeft al het menselijke doorstaan, is zuiver, heilig, puur en beproefd gebleken. Geen enkele engel heeft dat gedaan. Alle heiligen die we kennen, waarvan we het leven bestuderen, weten we ook dat ze allemaal zondig waren. Misschien wel hele respectabele burgers, hele bijzondere mensen, maar ze zijn allemaal zondig. Ze schieten, hebben allemaal tekort geschoten. De ene meer en de ander minder. En ze waren misschien wel heel bijzonder liefdevol. En echt een voorbeeld voor ons. Maar niemand was zonder zonde. Geen enkele spirituele leider die hier op aarde heeft geleefd was zonder zonde. Jezus wel. Jezus is zonder zonde. En daarom dat Jezus ook als enige kan zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ik wil je echt nadrukkelijk voor waarschuwen, als je eenmaal Jezus hebt leren kennen in jouw leven, en je bent ervan overtuigd dat hij de meest zuivere en pure en heilige persoon is die hier op aarde ooit heeft geleefd, en dat hij nog steeds door zijn geest leeft in ons midden. En gelukkig zijn er velen onder ons die dat al hebben ervaren in hun leven, dan moet je daarna ook niet nog andere middelen gaan gebruiken om in verbinding met God te komen. Jezus is genoeg. Jezus heeft aan het kruis gehangen en zei: het is volbracht. En alleen via Jezus mag je op een hele zuivere manier tot God bidden. En via Jezus mag je ook die goddelijke liefde aan anderen doorgeven. Elke andere manier, dan behalve via Jezus, dan loop je het gevaar op misleiding. Dus ik wil je echt nadrukkelijk vragen, als jij Jezus kent in jouw leven, als je hem nog niet kent, ga zijn leven onderzoeken. Ga de Bijbel lezen en ga gewoon eens die evangelie lezen, de verslagen die de leerlingen van Jezus hebben gemaakt over zijn leven, de vier evangelieën, die vertellen over het leven van Jezus. Ga zelf ontdekken hoe zuiver en puur Jezus is geweest door zijn woorden, door zijn daden, wat hij heeft gedaan. En ga ervaren wie Jezus voor jou kan zijn. Maar als je Jezus in jouw leven hebt en je bent ervan overtuigd dat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat hij voor jou aan het kruis gestorven, dan wil ik je nadrukkelijk vragen, alle andere middelen die er eventueel nog in jouw leven aanwezig zijn, alle hulpmiddelen, het zijn mediums, het zijn astrologie, het zijn een boeddha, het zijn engelen, het zijn Maria, het zijn heiligen, doe ze alsjeblieft weg uit je leven. En zorg dat er geen enkele vorm van misleiding meer kan zijn. Want als jij toegang hebt tot de pure, meest zuivere, heilige weg naar God toe, waarom zou je genoegen nemen met een mindere weg? Waarom zou je genoegen nemen met een weg die grote kans geeft op misleiding? Doe het alsjeblieft niet meer. Ik wil het je echt op je hart drukken, omdat ik ook in mijn praktijk zo ervaar dat er zoveel problemen komen als mensen via andere wegen dan via Jezus zelf tot God gaan naderen. En ken je Jezus nog niet? Ben je nog allerlei op zoek in allerlei wegen? Dan ben je waarschijnlijk ook al achtergekomen dat de spirituele wereld niet een ongevaarlijke wereld is. Misschien ben je erachter gekomen. Misschien heb je dingen gedaan waar jij spijt van hebt. Misschien heb je een glaasje gedraaid of geesten opgeroept. En er gebeurden wel dingen, maar je voelt wel aan van: ja, maar dit klopt niet. Misschien zijn er zelfs wel angst in jouw leven gekomen daardoor. Heb je een stukje onrust in je leven gekregen, waardoor je bevrijding nodig hebt. Maar weet
dat Jezus wil je helemaal vrijmaken. Jezus is zoveel sterker dan welke misleiding dan ook. Jezus is zoveel sterker dan de machten van de duisternis. En Jezus is eigenlijk alles wat we nodig hebben in ons leven. Via hem kunnen we, hebben we vrij toegang tot de troon van God, tot het meest heilige de heilige. Want via Jezus hebben we helemaal niks te doen met die geestelijke, spirituele wereld waar allerlei misleiding zit. Nee, via Jezus heb je rechtstreeks toegang tot de hemel der hemelen, tot God zelf, waar alleen maar puurheid en zuiverheid is. En via Jezus kun je ook de Heilige Geest ontvangen. En via Jezus kun je die zuiverheid weer doorgeven naar andere mensen. En hoef je nergens bang voor te zijn. Ik ben totaal niet bang voor misleiding. Ik ben niet bang voor demonen. Ik ben niet bang voor de Satan. Niet omdat ik zelf zo goed ben, maar omdat ik alles via Jezus doe. En zowel in mijn gebed naar God toe, maar ook in mijn bidden voor mensen, ik doe alles via Jezus. Dus ik hoef niet na te denken, is mijn intentie wel? Natuurlijk moet ik zuiver zijn in intentie, maar daar ga ik niet op vertrouwen. Want ik weet als mens, heb ik ook wel eens als ik moe ben, of als ik gewoon even een slechte dag heb, ik ben niet altijd volmaakt in de liefde. En toch, ook al ben ik niet volmaakt in de liefde, maar ik bid voor mensen in Jezus' naam, dan doe ik een stapje terug en zeg van Heer, Robert is niet helemaal volmaakt, maar op het moment dat ik bid in Jezus' naam, dan komt God, werkt door mij heen. En dan kan God toch die ander op een hele zuivere en pure manier aanraken, terwijl ik zelf nog helemaal niet volmaakt ben. Want dat zijn we geen een van allen. Maar als we in Jezus' naam tot God naderen, dan is daar een zuiver kanaal, een heilig kanaal. En als we via Jezus anderen helpen, dan is het ook dat zuivere kanaal. Dus ga niet mensen helpen op een andere wijze dan via de naam van Jezus Christus. Tenminste, op het spirituele vlak. Natuurlijk mag je voor mensen boodschappen doen en je mag allerlei dingen doen voor elkaar, vanuit het menselijke. Maar op het moment dat je vanuit het spirituele mensen gaat helpen en je gaat proberen boodschappen door te geven vanuit het spirituele, of je gaat met krachten werken, met reiki bijvoorbeeld, doe dat niet. Met energetische geneeswijze, doe het niet. Tarotkaarten, astrologie, doe het niet. Pendelen, doe het niet. Alles wat twijfelachtig is, doe het niet. Ga wat betreft de spirituele wereld, de hogere machten, ga uitsluitend werken via Jezus. Dat is het meest veilig. Dat wil niet zeggen dat al het andere per definitie fout is, maar de kans dat het fout gaat, is wel aanwezig. En op het moment dat je via Jezus werkt, weet je 100% zeker dat het zuiver is. Want hij heeft bewezen dat hij goddelijk is en zuiver is. Ik wil besluiten met een gebed. Hemelse Vader, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent zuiver, u bent puur, u bent heilig. En ik wil u danken dat u het pad heeft gebaand naar ons hart toe, waardoor wij ook in verbinding met u kunnen komen. Ik wil u danken, Jezus, dat u die zuiverheid en de kracht en de liefde en de puurheid van God in uw mens zijn hier op aarde heeft gemanifesteerd. En dat u uw leven heeft gegeven, dat u heeft bewezen op aarde dat u God bent, dat u zuiver bent, dat u puur bent. En ik wil u danken, Jezus, Heer, dat u ons weer terug tot de Vader wil brengen. En ik wil u vragen, Jezus, Heer, wilt u zichzelf nu in ons midden openbaren, Heer, in het bijzonder bij die mensen die nog zoekende zijn, Heer, opdat zij uw liefde en uw kracht mogen ervaren in hun leven. Heer, en ze mogen voelen dat u degene bent, Heer, die hen de weg kunt wijzen naar een ontmoeting met God en het goddelijke. Op een zuivere manier die veilig is. Heer Jezus, Heer, ik wil u danken dat u de weg bent, de waarheid en het leven. En dat wij rechtstreeks tot God mogen naderen en geen omwegen nodig hebben. Heer, en dat is het mooiste wat er is. En ik zegen jou die deze video bekijkt in de naam van Jezus Christus. Met de geest, de waarheid, met de geest van Gods liefde. Omdat je diep van binnen zult ervaren dat Jezus jou wil helpen om in dat pure goddelijke te komen zoals God dat voor jou bedoeld heeft. En daarin zegen ik je, omdat je geleid zult worden in jouw zoektocht naar het pad naar God toe op een hele veilige manier. In Jezus' naam. Amen.